En dat is een combo aan producten. Het is de Razer Mamba Firefox, zou ik zeggen. Firefox. Firefox. Het is wel goed. De beste browser nog steeds. Ja, dat wel. Het is Razer wat de klok slaat bij Gamers Net Gear. Welkom, dit is Peter, ik ben Tom. We gaan het weer eens hebben over een stukje gaming gear. En wat hier ligt is wederom dus een Razer product, jazeker. Het is de Mamba Hyperflux en de Firefly Hyperflux. En dat is een combootje van Razer waarmee ze dus iets leuks doen. Wat allemaal nieuw en geavanceerd is. Peter, wat is het precies? Het is het meest nuttige product sinds de iPad. Oké, want je kunt er alles mee. Apps, Flappy Bird. Nee, maar het is wel... Nee, maar het is het wel onwijs vet. Ik vind het echt een leuke gimmick. Het is ontzettend duur. Wat is het? Het is een... Kijk, je moet het zo zien. De muismat charged je muis. En dat hier nog niemand over heeft nagedacht. Want wat, laten we eerlijk zijn. Wat is het gekut viool met draadloze muizen? Dus dat je hem of 's nachts moet opladen. Of dat je elke keer batterijen moet vervangen. Dat is gewoon vervelend. Zit je net in een potje, lekker online te gamen, dan zul je net zien. Het is wel fijn, want je hebt wel iets om de schuld te geven. Weet je, als ik een potje COD verlies, dan is het nooit van ik was te slecht. Nee, mijn muis was leeg. Ja, dus oh, en er was lag. En van alles. Maar dat kun je dus nooit meer zeggen als je de Firefly hebt, want die laadt de Mambo op. Okay. En dat is echt heel tof. Ja, maar ik bedoel, je hebt er niks aan, dat bedoel ik. Ook niks aan de iPad, dat weten we ook allemaal wel. Maar het is wel super handig als je het helemaal hebt. Ik zou zeggen, je hebt er wel iets aan, want op deze manier heb je dus nooit frictie op je muis. Want dat is ook de reden waarom je voor een draadloze muis gaat. Is, nou ja, één, je kunt hem dan overal gebruiken. Maar twee, je hebt ook nooit gekut met die kabel. En nu heb je dus en dat probleem niet van de accu, en je hebt nooit dat gekut met de kabel. Dus dit ding kan heel licht zijn. Ik geloof ook dat er geen accu zit, dus je kunt hem niet zeg maar zonder de muismat gebruiken. Een seconde of 10. Een seconde of 10? Ja, dus er zit een accu, maar dat is oprecht waar. Er zit dus een accu in, want je kan 10 seconden buiten je muismat muizen. Dus dat is echt in een noodsituatie. Als jij zegt, ik ben te ver. Ja, in PUBG, ze hebben echt een draai moeten maken waarvan je denkt, hij zit achter me, ik hoor hem. Dan kun je over de muismat, en dan kan hij een seconde of 10, kan hij zonder muismat fungeren. Wat? Dat is best wel netjes gedaan. Dan hebben ze daar wel goed over nagedacht. Maar het is dus niet zo dat je denkt van, oh, hij is opgeladen, dus ik neem hem mee ergens anders naartoe. Er is ook geen receiver voor. Hij moet dus ook werken met die Firefly erbij. Nee, want je kan de stekker uit de Firefly halen. Die kun je in de Mamba doen en dan heb je een bedraden muis. Ah, kijk. Oh, dit is modulair. Het is echt modulair. Ja, daar is ook over nagedacht. Als je op een LAN-party bent en je wil niet deze muismat meenemen. Of whatever, dan kun je gewoon deze eruit halen en kun je in de muis stoppen. En dan heb je gewoon een bedraden Mamba muis. Dat is ook wel slim, want anders neemt iemand je muis zo mee op een LAN-party. Zo, haha, draadloos. En dan word je heel snel gepest, denk ik. Ja. Het is dus wel. Het leuke is dus, de Firefly bestaat al langer. Die muismat die is al bekend voor heel veel Razer-fans en dergelijke. En de Mamba is zo'n beetje het meest geliefde model van Razer. Hij is nu wel een beetje anders, lijkt het, met die rubberen kanten aan de zijkant. Is het een fijne muis om in de hand te hebben? Het is een super fijne muis. Het is echt. Want hij weegt niks. Hij weegt echt helemaal niks. Ja, hij ligt fijn, perfect in de hand. En hij heeft 16.000 dpi. Dus het kan ook alles, weet je. Want je hebt natuurlijk die software van Razer, wat gewoon een hele prettige software is. Chroma of Synapse ja, 3. Synapse. En ik vind het ontzettend fijn aanpasbaar. Kijk, dat heeft Razer altijd wel goed voor elkaar. Het is prijzig, dat weten we allemaal. Maar je krijgt er wel echt wel vette dingen voor terug, vind ik. Ja, qua lampjes sowieso qua zou lampjes, ik zeggen een van de beste software. Deze lampjes, die gaan natuurlijk ook samen, hè. Ik vind alleen het koppellampje erg ik me dood aan, want je hebt dit groene koppellampje. Dat zit hier ook op, maar dat is altijd groen. Denk ik, maak dan ook een chroma koppellampje. Dat is groen van energie, van we zijn aan het chargen. We zijn nu in synergy. Synergy. Ja. Maar dus dat is het enige waar ik me erg is, dat groene koppellampje. Maar ook, verder vind ik... Maar je zegt wel van, je krijgt wel waar terug voor je geld. Dat zei ik niet. 300, in ieder geval voor Razer krijg je vaak wel, als je ervoor betaalt, krijg je wel kwaliteit. Maar 380 euro... Nee, 280 euro nog steeds. Ik bedoel, daar koop je een Xbox van. Mamba is zelf ook al heel duur. Ja, als je hem draadloos wil, als je dan hem draadloos de oude wil, versie. Dat is maar ook dan al... krijg je wel meer lichtjes en zo. Ja, precies. Maar ik, tuurlijk is het duur. Maar goed, daar hoeven we niet over te praten toch bij Razer. Dat weten we toch inmiddels. Hoeveel Razer-producten hebben wij behandeld? Het is altijd prijzig. Maar het is bijna wel altijd ja, kwalitatief goed. Dus als je het ervoor over hebt, krijg je wel iets moois terug. Ik heb voor het eerst in mijn leven mijn Philips Hue in mijn huis. Mijn hele huis Philips Hue, hè. Want ik ben entrepreneur. Tuurlijk, ja. Dus ik kan Philips ZFP, Hue betalen. ZFP. En nee, jij bent mijn P. Oh ja, dat is waar. ZMT.
Zelfstandige met Tom. Maar, en ik heb dit aan Hue. En ik heb voor het eerst Philips Hue gekoppeld aan mijn razor. Dat kan. Moet ik even, ja. Heeft er niks mee te maken. Ik wil toch even over hebben hoe irritant dat eigenlijk is. Hoe irritant dat is. Ja, daar ben je niet zo'n groot fan van. Nou ja, weet je wat vet zou zijn? Is als mijn Philips Hue aangepast was op de game. Maar hij is aangepast op de muis en de muismat. Dus deze lampjes. Ja, dat zijn maar. Hij gaat van blauw games. Naar paars, naar rood, naar groen. Nou, dat vind ik leuk dat het een beetje flikkert. Maar dat doet mijn hele huis flikkert met me mee. Dat is op een gegeven moment wel irritant. Ja, er zijn maar een bepaald aantal games waarbij je het daadwerkelijk samenspeelt. Ja, maar ik vind dat Razer dat dus moet regelen. Die moet met zijn software dus inlezen welke kleurgebruik er in die game zit. Die moet je terugsturen naar je muis en naar je muismat. En die moet je terugsturen naar Hue. Ja, maar dat is wel een dingetje wat natuurlijk bij de Synapse 2 was het mogelijk om zelf programma's ervoor te maken. Die je dan kon downloaden vanuit de cloud. Dat soort dingetjes allemaal. Dat is met Synapse 3 nog niet aan de hand. Omdat het nog een beetje in testfase zit. Maar ik denk wel dat het uiteindelijk zo gaat komen. Dat je zelf ook van die mods kan maken voor Chroma-apparaten. En dan zou het helemaal mooi zijn als dat ook met je Philips Hue-lampen werkt. I know, right? Ja. Dus dat. Maar dat was even een sidestep. Super vet. Ik vind het leuk bedacht dat ze een muismat hebben bedacht die gewoon de charger is. Ja. Nou ja, we zien meer partijen het doen. Razer doet het nu ook. Ik vind het is typisch Razer. Het ziet er weer strak uit. Het voelt blijkbaar goed. Maar die prijs is hoog. Ja. Maar ja. Jij klikt iets aan waar Razer op staat, dan weet je het ook. Hoe dan ook, dat was het voor Gamers het Dier deze week. Laat ons weten wat je ervan vindt. Vind je het te duur? Zou je het zelf willen? Misschien willen we andere versies van deze technologie zien. Laat het ons weten. Het is natuurlijk elke dinsdag op gamersnet.nl. De nieuwste tech, gear, hardware, gadgets, alles. Dit was Peter. Bedankt voor het behandelen van de Razer Mamba of Mambo Hyperflux. En natuurlijk de Razer Firefly Hyperflux. Mamba. Cheers, tot snel. Hoe vaak zei ik Mambo? 1 of 2 keer. Oké, sorry, het is Mamba. Dat weet ik ook wel. Maar ik ben op Curaçao geweest, heb je een Mambo Beach. Geen Mamba Beach. Dus, maar... Wat een humble brag. Ja, ik ben op Curaçao altijd.